Ja, hallo, we zijn met Herbert. En dit keer zijn we weer eens op Mars. En je hebt hier een hele mooie plaat gevonden. Ze hebben hier al allerlei stukjes uitgehaald of ingezet. Ik weet niet precies, maar als we hier weer op in gaan zoomen, dan zul je zien hoe ontzettend bebouwd dit gebied is. Zeg, pak je vergrootglas erbij. Het is echt onvoorstelbaar wat hier te zien is. Ietsjes bijdraaien. Al dit, al deze, alles wat je hier ziet, al die balletjes, zijn allemaal woningen van anderen. Het hele gebied door. Als ik al vaker zeg, Mars is helemaal volgebouwd. Dan heb je hier zo'n invliegplek. Allemaal constructies, huisjes van de anderen op Mars. Hier kan je het heel goed zien hoeveel bedrijvigheid hier is. Allemaal gezichtsachtige vormen. Ziet er natuurlijk allemaal heel anders uit als bij ons. Je hebt geen vergelijk. Wat je alleen weet als je wat video's van mij ziet, dat het hele universum dezezelfde soort bouw heeft. Overal zie je dezezelfde constructies. Zie je? Overal komt hetzelfde spul terug. Ik raad echt aan, bekijk dit met een vergrootglas. Wil je het nog beter zien, maak er zelf een foto van. Dan zie je het nog beter. Onvoorstelbaar. Alles en ook werkelijk alles is volgebouwd. Heel Mars is volgebouwd. Ik denk ook dat wij niet welkom zijn op Mars. In ieder geval niet in die staat zoals we nu zijn, want we zijn als mensheid toch wel een stel gestoorden. Dan valt de gewone mensen wel mee, maar de boeven die de macht hebben, die zijn zo gek als een deur. Die nemen alles over voor geld. Typisch diezelfde constructies die je overal ziet in het hele universum. Alles is hier volgebouwd.
Nu zit mensen, ook dit stuk van Mars is weer helemaal volgebouwd. Even terug en zien waar we zijn. Nu onze planeet Mars. Mensen, bedankt voor het kijken. Like, share, deel het met iedereen en laat anderen weten dat we niet alleen in deze wereld zijn. Mensen, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg!